vandaag vertel ik u... Ja. Ja, ik ben er klaar voor. Want politiek is dé manier om te veranderen wat niet deugt. En het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid is een prima podium daarvoor. Avi, het is Lilianne Ploemen geworden. Is dat een verrassende keuze? Nou, zij behoorde wel tot een van de kanshebbers nadat Lodewijk Asscher bekend maakte terug te treden. Toch waren er wel een aantal andere grote namen, onder andere Ariep, Abu Taleb, Timmermans werd zelfs genoemd, dat dan dit uit de bus komt. Is dat te verklaren voor de PvdA? Nou ja, met Ploemen hebben ze natuurlijk ook gewoon een hele sterke kandidaat. Ze maakte ook bekend dat ze in gesprek was geweest met Khadija Ariep, de nummer 2 op de kandidatenlijst. Mooie rode rozen namens ons allemaal. Dankjewel, Khadija. Fijn dat ik het samen met je kan doen. Dankjewel. Dankjewel. En ze zijn samen tot het besluit gekomen dat Lilianne Ploemen de kar moet gaan trekken. Misschien wel wat minder bekend dan Abu Taleb en Timmermans bij het grote publiek. Maar goed, ze heeft 2 maanden de tijd om te werken aan haar naamsbekendheid over heel Nederland. Wat ik al zei, het is toch wel een sterke kandidaat. Ik denk wel dat het daar gaat lukken, ja. U heeft een achtergrond uit het activisme eigenlijk een beetje. Zeker, u bent, ja. Vertegenwoordiger geweest van verschillende belangenorganisaties. Is er een verschil tussen het activisme en de politiek die u bedrijft? Kijk, ik ben natuurlijk dezelfde persoon. En ik vind juist de samenwerking tussen politiek en activisme... Ja, dat kan het verschil eigenlijk maken. Hè? Dat zag je ook met She Decides. Een politiek podium en dan al die mensen overal ter wereld die zich willen inzetten. Dus ik breng mezelf als activist mee. En ik nodig alle activisten van Nederland uit om mij te benaderen... zodat we samen verandering kunnen maken die nodig is. Ja, ja en meer... Activist dan diplomaat ben ik wel hoor, dat moet ik wel even zeggen. Ja, dus, ja. Nou, wat ze daarmee bedoelt is dat, denk ik, dat zij haar kant van het activisme wil inzetten in haar rol als leider van de PvdA. En dus misschien wat minder op zoek zal gaan naar het compromis en wat meer de confrontatie zal aangaan. U denkt, of als het goed is, gaat u de Partij van de Arbeid dan leiden. Hoeveel zetels denkt u dat de partij kan binnenhalen? Ja, nou ja, kijk, ik zou zeggen in dubbele cijfers. Dat is? Ja, nou dat is ja, al, kijk maar. Ja, ja. Dat is al 10, hè? Ja, het kan vast beter. Haar eigen ambitie is om de 10 zetels te halen. Is dat een realistisch doel, denk jij? Ja, 10 zetels moet wel lukken. Maar ik denk wel dat ze hopen op iets meer. De vorige verkiezingen was natuurlijk desastreus. Kwam de PvdA op 9 zetels uit onder leiding van Lodewijk Asscher. Ze schommelen nu zo ongeveer tussen de 9 en de 16, hè, als je het kijkt over de afgelopen periode. Misschien dat de PvdA met Lilianne Ploemen, de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de PvdA en ook een van de weinige vrouwelijke kandidaten in het hele speelveld naast Lilianne Marijnissen en Sigrid Kaag, dat ze misschien wel een onderscheidende kandidaat hebben. Dat alles zal zich moeten gaan uitwijzen de komende periode. Het is nog heel kort voordat de verkiezingen zijn, 2 maanden nog maar. Dus het wordt wel even flink aanpoten. Samen kunnen we de wereld aan. Dank jullie wel.